Johannes 2, daar vanaf die eerste vers. Op die derde dag was daar een bruiloft in Kana in Galilea, en die moeder van Jezus was daar. Jezus en zijn disciples is ook naar die bruiloft toe genooi. Toen die wijn opraak, sê Jezus zijn moeder vir hom, hulle kan niet meer, hulle het niet meer wijn nie. Maar hij zei voor haar, waarom sê je dit voor mij? My tijd het nog niet gekomen. Nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat ek ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reinigingsverbruike gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners vir die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens het gewoonlik eerst die goeie wijn voor, en als de mensen goed gedrink het, die zwakker gehalte, maar jij het die goeie wijn tot nu toe teruggehou. Hier die eerste wonderteken het Jezus in Kana in Galilea gedoen. Wat helpt het een mens om net saam te praat? In die opstandingsverhale word verteld van die Emmausgangers wat van Jeruzalem af terugstap Emmaus toe, en dan praat hulle. Hulle praat oor Jezus, hulle praat oor wat in Jeruzalem gebeur het, oor die kruisiging, en hulle spekuleer oor die leeg graf. Maar dit het hulle niks gehelp, totdat Jezus homself van hulle bekend gemaakt het, en die kracht van die evangelie aan hulle gewys het nie. Wat helpt het om net te praat oor die dinge van die geloof? In die evangelie van Johannes begin dit met die woordkie, woord. In die begin was die woord daar, en dan is daar baie woorde oor die Heere Jesus Christus, oor wie hy is, waar hy vandaan kom, en wat sy opdracht is, dat hy die lam van God is. Wat een mens van die koninkryk van God moet verstaan is, dat die koninkryk van God bestaan nie net uit woorde nie, maar die koninkryk van God wordt ook verkondig en kom ook tot stand door die dade van die Heere Jesus Christus. Hij het immers nie net gepraat dat hij die lam van God is nie, hy het ook aan die kruis gesterf. En in hierdie gedeelte wat ons lees, lees ons van die eerste wonderwerk wat die Heere Jesus Christus doen, by die bruiloft te Kana. En wanneer hy dit doen, dan gaan sy moeder na hom toe en sê, hier is een probleem, en dan klinkt dit amper asof Jesus nie wil nie. Hy sê vir haar, maar my tyd het nog nie gekom nie, so asof hy daardeur wil sê, maar dit is nie deel van my opdracht nie. Maar die gesindheid van die Heere Jesus Christus is so merkwaardig, nie die dat hy wel toetree nie, nie dat hij wel die wonderwerk doen nie, maar dat hij dit deel maak van zijn verkondiging van die koninkrijk van God, van wie hij is, en dat elke mens daar teenwoordig die kracht van die koninkrijk kan ken. Nie net hulle wat daar teenwoordig is nie, maar ons, ook ons wat lees van die ongelooflijke wonderwerk wat die Heere Jesus Christus gedoen het. Wat Maria doen, is sy die vrymoedigheid om die Heere Jesus Christus in haar eie situasie in te nooi. Maar ek wil vandag vir u uitdaging stel, dat u u eie leven moet oopstel vir die Heere Jesus Christus. Neem die plek waar jy bly, die plek waar jy werk, die plek waar jy besigheid doen, die plek waar jy inkopies doen, die plek waar jy speel, neem al die plekke van jou leven.
Neem die personen in je leven, die nader aan jou, die verder aan jou, die van wie jij houdt, die wat deel van je leven moet wees, maar wat jij als een probleem beschouwt, zelfs die vijanden of die tegenstanders wat jij heet, hulle is deel van je leven wat een groot invloed op je leven heeft. Kijk een beetje naar die tijd wat jij spandeert. Waaraan spandeer je wat? Waarmee is jij van dag tot dag bezig? Waarmee wil jij eerder bezig wees? En dan zet jij jouw eigen leven daarvoor en dan nooi jy Christus om deel daarvan te worden. Ons leven bestaan echter niet uit hierdie concrete dingen. Ons leef ook in ons gedagtes wêreld oor wat is ons waardes, wat is vir ons belangrijk, waarna streef ons, wat droom ons. Ons is ook terdeur bewust van die hindernissen in ons leven, die dingen wat ik graag beter wil doen, of die dingen wat ik moet los, of die dingen wat ik moet begin doen. Maar niemand zal oor jou eie sondigheid beter weet als jijzelf niet. Jou eie hardnekkigheid, die eie manier waarom jy gedeeltes van die evangelie so bietjie groter maak of so bietjie kleiner maak, net om jou leven te pas. En dan is daar daardie gedeelte van jou leven, wat as jy eerlijk is, jy moet sê, ek nie self kan nie. Dis vir alles daar een probleem is, dan doen ons wat ons kan. Maar ons kom in levenssituaties waar mense doodgewoon nie weet wat hulle moet doen nie, en as selfs al sou hulle weet wat hulle moet doen, hulle nie die innerlijke vermoë of die uiterlijke sterkte het om dit te kan doen nie, en dan sit hulle in hulle eie probleemsituasie machteloos. Nie net machteloos in 'n baie spesifieke situasie nie, ook machteloos oor die hele context van jou eie leven, dat jy nog niet is waar jy wil wees nie, dat jy nog niet doen wat jy wil doen, en nog niet leef soos jy wil leef nie, dat daar vir jou nog die beste gedeelte voor lê. Die vraag is, wat maak jy daarmee? Daar is een keuse vir elke een van ons. Of ek die volgende tree van my leven, die volgende tree van die situasie waarmee ek worstel, die volgende tree van die uitbouw van my levenspotentiaal, die volgende tree van die ontdekking van my plek in die koninkryk, of ek die volgende tree met Jesus of sonder Jesus gaan aanpak. Die wyn het opgeraak. Deel die probleem. Baie keer dan wanneer ons huise maak, dan is daar een sitkamer waar die kinders nie mag kom nie. Vir in geval belangrike kuiergaste kom, dan is die plek daarom altyd netjies en altyd skoon. Ons doen het nie net met belangrike kuiergaste nie. Ons doen het ook met Jesus. Dat Jesus net in sekere vertrekke van ons leven moet kom, dat Jesus net deel moet word van die mooie gedeelte van ons leven, en dan weerhou ons hom van die kombuis waar die skole goed staan, van die waskamer waar ons vuil was goed was. Dan weerhou ons hom van daardie gedeelte waar ons eintlik so bietjie skaam is. Wat baie interessant is, dat mense is baie goed om die verkeerdhede of die sonde van ander te wys, maar wanneer daar 'n lewenssituasie of 'n probleemsituasie is, dan distansieer ons onsself daarvan. Erken jou eie aandeel. Erken dat deur 'n stuk sondigheid jy 'n bydrae gelewer het tot die ontwikkeling van die probleem. Jou eie hardnekkigheid, jou eie optrede. Partykeer probeer ons net oorleef. Ons probeer net hierdie dag kom, en wanneer ons net probeer oorleef of net hierdie dag kom, dan maak ons ook foute. Ander keer het ons 'n verkeerde gesindheid. Ander keer veroorsaak ons 'n misverstand. Ander keer het ons nie die bedoeling nie. Maar ons het die hele situasie doodgewoon erger gemaakt, maar ons distansieer onsself.
Of ons regverdig onszelf? Waarom is dit zo moeilijk om te aanvaarden dat jij die merkwaardigste factor in die ontwikkeling van jouw eigen leven is? En dat jij ook verantwoordelijk is. Dat je leven is zoals wat hij is en dat die situatie ontwikkeld heeft zoals wat het ontwikkeld heeft. Dan wil ik niet wegnemen dat er onrechtvaardige dingen gebeuren. Dan wil ik niet wegnemen dat er dingen gebeuren wat niet in jouw beheer is. Nie. Maar daarop het de mens keuzes wat de mens maakt. Daarop het de mens een manier waarop je respondeert. Daarom is het belangrijk dat wanneer een mens jouw situatie, jouw leven met Christus deel, jij erkenning zal geven. Die eigen bijdrage wat je gemaakt hebt daartoe, dat het is zoals wat het is. Al is dit niet die mooiste bijdrage wat gemaakt is. Nie. Dit is baie interessant. Dat toe Maria met die Here Jesus Christus praat, sy nie vir hom die oplossing gee en sê wat hy moet doen nie. Sy vir hom net doodgewoon die probleem gee, die probleem oopbreek en dit aan sy voete lê. Hoe anders is dit nie as ons, wat vir Here Jesus Christus wil voorskryf, wat hy waar en wanneer moet doen, wat die uitkomste is, wat ons vreeslik graag wil bereik nie. Nee, sy sit net die situasie by die voete van Jesus en weet dat hy sien wat ons nie sien nie, hy weet wat ons nie weet nie, hy kan doen wat ons nie kan doen nie en vertrou hom om uit hierdie lewenssituasie een koninkryks uitkomst te bewerkstellig. Jy het nie te min in jou leven nie. Jesus werk nie in jou leven sonder jou nie. Kom ons sit en dink wat die Jesus Christus nie alles gedoen het. 5 brode, 2 vissies, vir duisende mense, dit was nie te min nie, maar dit was reeds daar. Petrus wat op die water geloop het, ek kan sit en dink wat in sy gedagte moes omgegaan het oor die eerste tree. Hy het gedink dit is onmoontlik, maar weet jy, daar die vermoë van die eerste tree, dit was reeds daar. Een mens kan sit en wonder oor die dienswerkers om die kanne vol water te maak, wat sy verskil sou dit aan die situasie kon gemaak het, maar dit was reeds daar en dit was in hulle eie vermoë. Ons sit dat ons in ons eie leven wil terugkyk en dan moet die Here Jesus Christus van die buitenkant afkom en dan moet hy die ongelooflike wonderwerk doen en dan sal ons weer toetree as alles in ons leven reg is. Maar Jesus werk nie so nie. In jou leven werk hy deur jou sodat jy tot die insig kan kom dat toe God jou geskep het, jou aan mekaar geweef het, jou gevorm het, het hy vir jou eie lewe, vir jou nie te min gegee nie, maar het hy jou spesifiek toegerus met gawes, het hy jou spesifiek toegerus, ook in die vorming van 'n temperament, het hy jou spesifiek toegerus, sodat jy jou lewe in diens van die koninkryk kan leef. Daar is 'n perspektief wat ons oor ons lewens moet vorm. Sê vir my, waaroor dink u die gaan hierdie gedeelte? Gaan hierdie gedeelte werkelijk net oor 'n tydelike probleemsituasie dat die wijn by je bruiloft te min was? Of gaan dit ook oor meer? Want dis wat Jesus doen. Hy vat hierdie baie praktiese situasie wat dalk net tydelik is of dalk net op plek en tyd gebonde is en hy bou dit in die verkondiging van die kracht van die koninkryk, dat ons vandag nog daaroor praat, dat ons vandag nog daaruit kan leer, dat ons vandag nog kan besef, dat die koninkryk van God, is nie net die saak van praatjies nie, is die kracht van die dagelikse lewe. Dis wat Jesus doen. En hoe klein is ons gedagtes nie oor Jesus, om te sit en dink, dat ons nooi om in, net tot 'n oplossing,
oplossing van ons onmiddellijke levenssituatie, dat ons net op die volgende treekie kan kom nie. Terwijl dit wat Heere Jesus Christus eindelijk doen, is hy vat ons leven, hy vat die specifieke situatie waarmee jy moontlik mag worstel, en hy bou dit in as deel van die koninkryk van God, dat jou leven baie belangriker is, en baie meer betekenisvol is, as wat jy daarover kan denken. Want wat jij in je leven hebt, wat God voor jou gegeven, die oomblik wanneer jij dit in die hand van Christus het, dan is dit niet net hij wat de uitkomst van je leven bewerkt, maar dan is dit hij wat je inweef in die koninkrijk van God, dat die kracht van die koninkrijk van God in jou eigen leven zichtbaar wordt als een verkondiging van die koninkrijk, als een verkondiging van die kracht van Christus, als een verkondiging van die messiaskap van Christus. Door die redding en die transformatie, niet net van die mensen in jouw leven niet, maar ook als die getuienis van alle wat nog niet gloeien. Nie. Christus gebruikt jouw levenssituatie om dit in te bouwen in die verkondiging van zijn koninkrijk. Natuurlijk eis dit gehoorzaamheid. Een voorvereiste voor gehoorzaamheid is niet om te kan verstaan nie, is niet om vooraf te kan weten wat Jezus te kan doen nie, is doodgewoon die vertrouwen. Als Christus sê, dan tree ons op. Is maar so mooi, sê, gemaakt die kan vol water, dan staan daar, hulle het hulle propvol gemaakt, het sê, hulle was absoluut gehoorzaam, hulle het precies gedoen wat Jezus gesê het. En wanneer ons gehoorzaamheid oor meer gaan as net die uitkomst van onze situatie, als ons gehoorzaamheid gaan oor die groter prentjie van die kracht van die koninkrijk in ons leven, dan sê ons, beteken gehoorzaamheid, is daar sekere dinge wat ons niet doen nie, is daar sekere dinge wat ons ophou doen, en is daar ander dinge wat ons begin doen, wat ons nastreef. Precies, hoe die gehoorzaamheid in jouw levenssituatie moet lyk, dit kan ek nie sê nie. Maar dit weet jij reeds. Dat Christus vraagt gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is niet net een wettiese, gaan ik doen wat recht is of gaan ik wegblijven van wat verkeerd is niet. Die gedachte van gehoorzaamheid is twee goed. Eén, dit is een dankbaarheid voor die liefde wat Christus aan mij reeds bewijs heeft. En twee, dit is een constante nader beweeg naar Christus, naar God toe. Een nader beweeg naar zijn gemeente en zijn mensen toe. Een nader beweeg naar zijn wereld toe. Dit is gehoorzaamheid. Ons het in dink dat gehoorzaamheid is partij keer selfgerig, so dat wanneer ek die rechte dinge doen, ek een beter leven kan hê. Maar weet jy, wanneer jou leven in die groter betekenis van die koninkrijk ingebouw word, dan beteken gehoorzaamheid ook wel selfverloning. Soveel so dat die disciples hulle leven self verloon het om te sterf terwille van die kracht van die koninkrijk. Jy sien, gehoorzaamheid het niet te maken dat jij een beter levenssituatie en gemakkelijker dier die leven sal kom. Gehoorzaamheid het wel te maken dat jouw leven in jouw situatie ingeweef word in die verkondiging van die koninkrijk van God, dat die kracht van die koninkrijk van God in jouw leven zichtbaar zal worden. Die kracht van die evangelie is niet net vir partij mensen bedoeld. Is dit niet bedoeld voor daar die Bijbel karakters nie, en hier is niet net de story wat ons lees en oor vertel nie. Die koninkrijk van God is die kracht van God wat in menses levens werk. Nooi om deel van jou leven te wees en leer om door sy kracht te leef, dat sy koninkrijk in jou leven sal kom. Amen.